van 10 jaar. Daar staan we aan het hek. We gaan kijken naar de man van het Twentse Ros, Ronan Maring. We gaan naar Apeldoorn, Emiel Nijmeijer. Nijkerk is hier met Bjorn van der Pol. Nuland met Ronan Hermens. De Flying Birds, Milan Takens. We gaan naar de drie favorieten. Nuland, Max van Dinter. We gaan naar Ammerzoden, Mr. Game Man, Brian van Ewijk. En let op de man in het groen, ook voor groepie rijder. De wijrijder Stiel, Jimmy Jansen. Wie verslaat Jimmy Jansen? Hij is natuurlijk de Nederlands kampioen, maar het is Van Ewijk met de snelste start. Van Ewijk met de snelste start kan hij van de binnenkant profiteren. Ook dat is toch een verrassing als we hier niet Jimmy Jansen op plaats 1 gaan zien. Oeh, technisch foutje van Jimmy Jansen. En dan is hij een metertje kwijt. En nou zal hij moeten laten zien dat hij kan racen. Van Ewijk, we hebben hem nog weinig zien winnen dit jaar. Maar we hebben wel gezien dat hij elk rondje wat die fiets hard gaat en altijd bij die top hoort. En het ziet er technisch heel goed uit, hoor. Deze man uit Ammerzoden is gewoon ontzettend goed hier bij het Midden-Nederlands kampioenschap in Nijkerk. Hij rijdt gewoon 2-3 metertjes los. Jans op 2, dat zal hem toch dit niet wel een beetje tegenvallen. Nu nog keurig mee, Ronan Hermes. Wat een sterke finale toch bij de boys 10 jaar. Met een hele sterke kampioen, Brian van Ewijk.